Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Yes! Okay, we gaan nu. We zijn lekker. De kamer ook weer. Het is weer een beetje veranderd. Ik weet niet of je het kunnen zien. Ik denk het niet. Kijk. Wat zie je, Miguel? Hij is een beetje rustiger geworden. En heb ik hier. Mijn kamer veranderd. Laptop voor lekker Netflix te kijken s'avonds. En, ja, zoals jullie het nu al weten en zien. We gaan het vuurwerk afsteken. Daar gaan we mee beginnen. Maar let's go. We gaan naar. Naar buiten. Dus ik zie jullie straks. Aan de ene kant druk naar buiten. En aan de andere kant denk ik: het is koud. Maar let's go, we gaan naar buiten. Tot straks. Let's go naar buiten. We laten deze kamer even achter. We gaan even lekker naar buiten. En de sier is daar. We gaan even naar buiten. Yes. Oh, een beetje handig, hè? Sleutel nooit vergeten. Dan kun je niet meer binnenkomen, hè? Hey. En ja, ik ben wel eens een beetje. Nou ja. Ik zou zo zeggen, ik ben wel eens een beetje onhandig. Dus, maar let's go maar naar buiten. Let's go. Prachtig mooi weer. Hier moet je dus echt van genieten van deze momenten. Dat heb je niet elke keer. Dus dat gaan we nu doen. Dus let's go. Maar bij elke dag is het wel weer anders natuurlijk. Want elke dag is het ook wel weer regen. Of, maar daar heb ik gewoon echt scheid aan, jongen. Ik ga gewoon de regen naar buiten. Dat mij niet uit. En voor de rest, ja. We gaan naar een locatie waar we gisteren ook waren. En dat is. Daarachter bij de haventje waar jullie dus niks zagen. En daar hebben jullie dus niet veel gezien omdat het echt pikken donker was. Alleen de vuurwerk zelf zag je. Voor jou zag je helemaal niks. Nu gaan we weer testen. We wouden ook in het water gooien natuurlijk. Dat wouden jullie laten zien, maar je kunt niks zien. Dat gaan we nou laten zien. En daar trouwens. Interbelva. Het is allemaal van die oude schepen. Man. Dat is verdomme niks, man. Dat is echt, ja. Saai. Ja, en hier zijn we dan. Dit is de haventje van waar we dus altijd gaan stoken. Ik dan. Er zijn meerdere mensen die dat doen, denk ik. En ja, hier is het haventje waar ik nog het meeste mee geweest. Als goed is kun je het er wel zien. Nog? Ja, kijk. Zwarte plek helemaal in de grond. Hier nog. Nou, hier is de stookplek. En dan ga ik jullie neerzetten. Dan gaan jullie lekker kijken hoe ik het ga doen. Zo. Het eerste wat we gaan doen is gewoon, ja, gewoon even eentje om te kijken in het water. Dat wil ik jullie sowieso laten zien en dan gaan we nou kijken hoe dat lijkt. In het water, ik ben benieuwd als het niet uitgaat, want gisteren ging het vaak uit. Dus ik ben benieuwd. We gaan het even testen. Let's go, even kijken. Kijk, dit bedoel ik, dat is toch vet. Alle kanten op, jongen. Nou, dat is dus hartstikke leuk. En dan de volgende zien. Nog een keer in de water, want dit is echt vet. Dat gaan we nog een keer doen. Let's go, ik ga hem aansteken. Kijk, daar gaat hij weer. Het is echt tof. Het is al vet. Het blijft sowieso leuk. Nou, dan leggen we eentje gewoon hier neer. Want we kunnen moeilijk alles neerzetten. En dan gaan we. Yes. Oh, bij de bladeren. Maar gelukkig zijn ze nat. Gelukkig zijn ze nat, dus dat maakt niet uit. We gaan even een paar tegelijk doen, mensen. We gaan even vier tegelijk doen. Zo. Even kijken als ze die in elkaar kunnen zetten voor jullie. Want dat zou echt mooi zijn als het alles tegelijk gaat. Dat gaat veel harder natuurlijk. Dus dat is ook leuker. Dus daar gaan we even mee beginnen.
Ik heb ze nou al mooi in. Oh. Ja, nu heb ik ze allemaal. Zo. Yes, ik heb ze allemaal. Ik weet hoe dat gaat. Nou ja. Eens wat je ziet is heel veel troep, maar ze gaan niet extreem harder dan. Dat is ook een test, dus. Niet doen. Hij gaat echt niet harder dan je had verwacht. Dus. Oh, stomme wind hadden we hier. Yes. Wat een looi, hè? Ja, dit is er gewoon weer in die bladeren, hè? Als het droog was, jongen. Als het droog was, was het echt anders geweest, maken. We gaan nou eventjes heel veel tegelijk doen. We gaan eventjes weer neerzetten. We gaan echt heel veel tegelijk doen, mensen. We gaan even kijken hoeveel ik heb. We gaan nou... Ja. Laten we dat maar doen. We gaan nou heel veel tegelijk doen. Wat ik al zei. Echt heel veel. Dus daar gaan we maar mee beginnen. Zo. Nou, let's go mensen. We hebben het er neergelegd. En dan gaan we nou weer beginnen. Ja. Ja, ze hebben wel gelijk. Dit gaat veel harder. Als je het echt heel veel tegelijk doet, gaat het echt hard. Nou, doen we de rest ook allemaal achteraan. En dat is nog meer. We gaan nou echt heel veel tegelijk doen. We gaan dit allemaal tegelijk aansteken, mensen. Kijk hoe dat eruit ziet. We gaan ermee bezig. Nou, ik had toch niet gefilmd. Sorry. Dit was echt niet normaal. Oké, het dasje is hier nog alle rook. En de bank is helemaal verbrand bijna. Holy shit. Dat was het een hele spektakel als ik het niet had laten zien. Nee. Dat was echt niet normaal. Het is een beetje hier wat je hadden. En toen waren we alweer thuis. Oh, en de muziek weer is een beetje zachter, want ik hoor helemaal niks. Maar mensen, dit is echt
Dit was niet te geloven, echt niet. Hoe hard dit ging. Zo. Ik dacht even, oh, kut, die bank gaat in de brand. Maar dat valt mee, want dat was echt een grote fik, hoor. Maar dat gebeurt dus wel als je een hele pakje van die kletslinten in één keer in de brand doet. Ja. Dan krijg je een hele dikke brand. En dat moet je ook niet hebben. Dat heb je nou al gemerkt. Dus waren er misschien wel 25 tegelijk of zo. Dus ja. Maar voor nu is het... Even kijken, we gaan eens wat drinken, want ik heb echt hartstikke dorst. Dus, en deze kerstverlichting trouwens is ook mooi. En deze ballen trouwens, die heb ik... Waar heb ik die gehad? Ik weet het eigenlijk niet, maar dit is echt zo mooi, deze kleur alleen al. En nogmaals, die boom is niet helemaal compleet hoor. Daarachter zit een hele hap uit, maar kun je nou niet zien omdat ik kerstlicht heen heb gehangen. Dus dat is alleen maar beter. Dat kun je dus niet zien. En dat is ook de bedoeling. Zo. Het is de bedoeling dat jullie dat niet zien. Ja. Nou, alles weer opgeruimd. Zo, dat is ook mooi glazen trouwens. Hè? Die komen bij, ken jij weg volgens mij? Bij die whisky glazen. Niet dat ik whisky drink, maar gewoon, ja. Dat zijn gewoon die glazen. Er zitten hele mooie bij, hoor. Ik ga even yogi drinken. En morgen krijg ik mijn geld ook binnen weer. Dus dan kan ik ook weer boodschappen doen. Nou ja, deze kamer ook. Het is zo mooi geworden. Pianootje erbij. Voor de raam. Uitzicht. Ja. Zo mooi. Nou ja. En wat je ziet, ik maak elke keer muziek. Ga uit mijn hoofd. Dus alles wat je gehoord hebt op mijn kanaal. Is vanuit mijn hoofd is het gewoon gezongen. Zonder papier en tekst. Dus ik ga elke dag een beetje bezig met nieuwe teksten maken. En ook meer ja, uit mijn hoofd te zingen. Een beetje liedjes opzoeken. Deze beat heb ik dus gebruikt een keer. En daarbij gebruik ik heel veel beats hoor. Niet alleen deze. Dus dat gaan we ook doen. En dan komen er sowieso deze maand komen er sowieso nog wel 10 of meer nummers uit. Dus blijf vooral kijken naar mijn kanaal, er komen hartstikke leuke video's aan weer. Dus check mijn kanaal gewoon, blijf lekker volgen. En dan komen er dan steeds meer mooie dingen. En waarom heb ik daar FIFA 22 liggen? En ik heb helemaal geen PlayStation. Nee, geen PlayStation. Maar die krijg ik dus op mijn verjaardag waarschijnlijk. Of daarna, in 1 januari krijg ik mijn PlayStation 4 gewoon. Dan heb ik mijn spel al van zie je. Nou, natuurlijk ga ik dan FIFA 23 halen, want dan is het ook uit. Dus ja, dan gaan we ook weer beginnen. En ja, die plant, die doet hartstikke goed, hè. Na een paar van die blaadjes, dat wel. Maar hij doet nog prima. Ik heb hem al meer dan een jaar, bijna. Bijna een jaar. Op zich doet hij nog wel goed. Ik geef hem altijd water, dus... slim maar goed. Maar vandaag gaan we dus verder naar werk straks. En dan laat ik de beelden daar ook weer zien. Van nu... Nu bedankt voor het kijken van deze video van het vuurwerk video. Als jullie meer video's willen zien van vuurwerk. Ik ga natuurlijk voor jullie dat allemaal filmen in. Mijn auto nieuws thuis wordt een gekkenhuis en dan laat ik het helemaal zien. Dikke pot en de jongen en alles gaat. We gaan naar Duitsland en laat ik ook nog zien natuurlijk. Zaterdag. Aankomende zaterdag ga ik jullie allemaal laten zien. Dan ga ik naar de Leer. Dat is een kerstmarkt daar. In Duitsland. En daar ga ik met een paar mensen heen waar ik hier woon. En blijf vooral kijken die video, want ik ga daar alles filmen wat ik wil filmen. Laat de hele kerst weer daar zien. Het is wel overdag, maar dat maakt niet uit. We laten het allemaal zien. Dus dat is de eerste grote dingen wat ik ga doen in deze maand. Dat is de kerstmarkt in de Leer. Dus dat gaan jullie zaterdag zien. Let's go. Voor nu is het bedankt voor het kijken. En ik zie jullie gauw bij de volgende video's vandaag. Nog 2 te gaan. Later. Dankjewel voor het kijken en dank voor het zien en later.